Dan is hij net in het begin geweest. Ja. Goedemorgen allemaal. Ook voor degenen die mij straks op camera zien. We hebben net een heel mooi lied gezongen. En we gaan nog even die tekst. Toon mijn liefde. Die pauw. En je hoeft niet de tekst, je hoeft niet te zingen, maar wel even de PowerPoint. Ik weet, maar ik moest daar even stoppen. Ja. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander. Zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander. Er wordt een woordje de tussen. Zo heb ik ook jou lief gehad. Weet je, de Heer Jezus heeft alles voor ons gedaan. Alles. En het leven wat we nu hebben is niet makkelijk. Dat is gewoon niet zo. De mensen zijn lelijk tegen ons. De mensen bespugen ons, bespotten ons. We maken het dagelijks mee. We hebben het gisteren weer meegemaakt. Alleen, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag. We gaan vandaag hebben over de wil van God, maar dit is ook de wil van God. De wil van God is dat we elkaar met liefde behandelen. Waar in de Bijbel zie je staan dat de Heer Jezus, als hij bespuugd wordt, dat hij terugspuugt? Dat staat er niet. Waar in de Bijbel zie je, als iemand hem een klap verkocht, dat hij een klap teruggaf? Dat staat er niet. Waar in de Bijbel staat er dat de Heer Jezus jou zwart maakt bij de ander? Dat staat er gewoon niet. Wat de Heer Jezus deed, 1 Korinther 13, liefde, liefde en nog eens keer liefde. Dat is niet makkelijk. Dat is moeilijk. Maar het is een keuze die je maakt. Elke dag opnieuw. Laten we dan alsjeblieft de wil van God doen. Want als jij de wil van God doet, dan kan je namelijk de hele erfenis beërven. Want je hebt dus ook een halve erfenis. Die gaan we deze vandaag niet hebben, maar dat hebben we nog steeds. Dat ga ik nog steeds doen, de erfenis. Maar het gaat er nu om dat wij de liefde van de Heer Jezus in ons hebben. En het ook uitspreken, maar ook onze hele houding. Want als ik een houding heb van, dat kan mij dan anders redden. Je kunt zeggen wat je wil. Ja, ik hou wel van je. Ho, ho, wacht even. Of je zegt, ik hoor je, ik snap je, ik hou van je. Ik vind het wel moeilijk, maar ik besluit om je te vergeven. Als de Heer Jezus ons kon vergeven met alles, waarom kunnen wij dat met de ander niet doen dan? Wat heb je eraan? Om haat, nijd, modder te gooien. Je hebt er helemaal niets aan. En de Heer geeft je een waarschuwing vandaag. Stop ermee als je het doet. Niets meer doen. Want hoe wij de anderen vergeven, zo vergeeft God ons ook. En jongens, we moeten één ding niet vergeten. Dit leven hier is een trainingskamp. Zo dadelijk worden we opgehaald straks. Dat is aan God, de Vader die zegt, zoon, het is tijd, haal mijn kinderen op. Dan hebben we straks feest. Maar als je namelijk naar een trouwerij gaat, heb je altijd daggasten en avondgasten. Maar je hebt ook mensen die dicht bij het bruidspaar zitten. Waar of niet? Dan heb je een tafel en dan zit het bruidspaar en dan zitten vaak de ouders links en rechts. En dan komen de beste vrienden of de getuigen komen eraan. De Heer zegt dat wij zijn getuigen zijn. Zijn wij getuigen van zijn opstanding? Moet je een pen schat? Ja. Oh, sorry. Heeft er iemand een pen voor haar? Oh, super. Oh, super. Ja, dat is belangrijk. Fijn. Wij zijn getuigen van de opstanding van de Heer. Ja, maar dat kan toch niet? We waren er niet bij toen hij opstond uit de dood. Ho. Geloven wij het volle vertrouwende geloof? Geloven wij werkelijk dat de Heer is opgestaan zonder dat we het hebben gezien? Ik geloof dat. Ik geloof dat hij voor mij aan het kruis gegaan is voor ons allemaal, om al onze zonden op zich te nemen. Ook als er mensen lelijk tegen ons zijn. Want dus hij had striemen, hij had wonden. Mensen verwonden ons. Lichamelijk en geestelijk. En een geestelijke verwonding is soms nog erger ook. Want je raakt zo verwond als een verwond dier, wat in een hoek gedreven wordt. Maar dat is niet de wil van God. De wil van God is dat we allemaal met liefde om elkaar omgaan. Maar dat doen we niet. Nee, als jij dat doet, dan doe ik dit. Nee. Als jij dit doet, dan mag je eerst nog je wang laten keren. En zeggen, ik vergeef jou in Jezus' naam. Het is zo belangrijk voor de verdere carrière wat je van de Heer krijgt. Om in liefde te blijven, niet in haat, niet in nijd. Want als je namelijk Galaten 5 vanaf vers 14 doet, dan leef je vanuit het vlees. We gaan er toch nog een keer heen en dan gaan we de wil van God. Ik ga wel vertellen vaak wat de wil van God wel is. Maar ik ga nu eerst zeggen wat de wil van God niet is. Galaten 5, gaan we even heen. En vorige ook even behandeld, maar het is zo belangrijk, jongens, dat je het doordringt. Galaten 5. En dan vanaf vers 14, denk ik.
13. Helemaal top. Yes, nog beter. Galaten 5, vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Dus hij begint al tegen zijn kinderen te praten. Hij zegt al, jongens, jij hoort vrij te zijn. Maar als jij deze dingen gaat doen die ik je nou op gaan lezen, dan ben je dus niet vrij, want dan ben je gebonden. Want dat gaan we in horen. Jij bent broeders om vrij te zijn. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Hé, daar gaat hij weer. Want als jij namelijk alles hebt en de liefde niet, heb je niks. 1 Korinthe 13. Al heb je alles. Al heb je wijsheid, al heb je kennis, al heb je tongentaal, al kan je demonen uitwerpen, al kun je van zand goud maken. Je hebt de liefde niet, heb je niets. Want dan komt het verterende vuur en het brandt alles weg en dan blijft er niks meer over. Want de gehele wet is in 1 woord vervuld, in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar je gaat jezelf toch ook niet naar beneden halen? Nou weet ik wel dat sommige mensen dat doen, dat is niet slim. Oh, ik ben nergens goed voor. Oh, dat kan ik niet. Dat verbreek ik in Jezus naam. Ik kan alles. Heb je gezien hoe mooi Eren danste? Prachtig. Een paar jaar geleden had God het tegen haar gezegd. Dan had ze iets van, ja, misschien kan ik het wel, misschien kan ik het niet. Maar ze heeft het gedaan. Ze kiest ervoor om te doen wat de Heer van haar vraagt. En iedereen wordt aangeraakt. Een half jaar geleden was ik aan het preken in Zwolle. En er was een vrouw voor mij en die was helemaal in tranen. Die was kapot. En de liedjes beginnen te spelen en op een gegeven moment pakt Eren haar vlaggen. Die hadden we meegenomen. Maar ze ging achter me staan, wat prima is. Toen zei hij tegen mij, je moet even tegen Eren zeggen dat ze in haar voor moet. Want die vrouw moest namelijk de liefde van de Heer Jezus ontvangen door de vlaggen heen. Dus ik zei tegen Eren, wil je even naar voren? Nou, niet dat ze daar zoveel zin in had. Maar ze wil niet dansen voor die mensen, maar die vrouw had dat nodig. Dus zij gaat iets naar voren en die vrouw ziet haar en ze begint keihard te huilen. Zij blijft doordansen en ik ga even naast haar zitten. En ze werd zo aangeraakt. Ze zei ook, ik mag niet in mijn kerk vlaggen. Ja, wacht even. En ze zegt, nou zie ik het jou haar doen. Zegt ze, dus het mag wel. Ja, schat, het mag wel. Ik zeg, maar straks, na de preek, ga jij preken dan? Ja, ik zeg, maar dat doen we straks wel. Ga eerst maar genieten. Dus ze was zo gelukkig. Dus wat deze zij door de liefde van de Heer Jezus liet zij zien dat het mocht. En ze werd zo gelukkig en haar hart stortte ze even uit. De preek ging ook nog over liefde, uiteraard. En na afloop heb ik met haar gesproken. Ze was zo blij, zo gelukkig. Want mensen, we weten dat heel vaak niet. Want mensen zitten daar op je stoel en die zijn gebroken. Ook tegen jou is ooit gezegd dat je niet mag vlag in de kerk, 10 jaar geleden. Maar daar had ze maling aan. Ja, misschien op dat moment niet, maar dat doet zeer. Want als jij denkt dat je iets voor God doet en iemand zegt tegen jou, dat mag je niet. Maar God zegt het tegen jou. Maar hoe weet je nou of het God is? Hoe weet je nou of het God is? Als je weet dat je het weet, dat je het weet, dat je het weet. En als God tegen jou spreekt, is het liefde. Is het opbouwend. Is het bemoedigend. Maar als een ander tegen jou spreekt en die haalt jou naar beneden, is het nooit van God. Of het is de eigen ik van de ander. Misschien is de persoon wel jaloers op jullie dat jullie kunnen dansen met vlaggen. Nou, vlaggen mag niet in de kerk hoor. Vlaggen mag niet in de kerk hoor. Bij ons doen ze dat ook niet. Bij ons doen ze dat... So what? De Heer in zijn woord zegt dat je mag dansen met vlaggen. Hij wordt daar blij van. Hef een manier op. Weet je waarom dat er staat? Omdat wij, Satan, die heeft ons afgeroofd en we pakken het weer terug. Als je namelijk een berg opklimt en helemaal boven een berg zet je een vlag neer. Die heb je overwonnen in Jezus naam. Daarom vlaggen wij. Satan is bang voor vlaggen. Geen wonder dat heel veel kerken zeggen, vlaggen doen we niet hoor, vlaggen doen we niet hoor, vlaggen doen we niet. Maar God zegt, vlaggen doen we wel hoor, vlaggen doen we wel hoor. Nee. Alleen er staan ze weinig mensen op. Want dan denk ik, ja, maar hij doet het ook niet. Zo wordt het hij het niet doet. Dat doe jij het toch? Pak je sjaal. Joehoe. Die houdt je schelen. Dan hebben ze geen vlag. Maar lieverd, je kunt met alles doen. En de Heer wordt daar blij van. Maar je toont zo de liefde van God aan de ander. Want hoe vaak maak je het mee, zoals die vrouw was aan het huilen. Niemand ging naar die vrouw toe. Ik was als gastspreker, hè. Die voorganger had naar haar toe moeten gaan. Maar die voorganger wist ook niet wat er aan de hand was. En God zei tegen mij, laat haar naar voren dansen. En het gebeurt. De liefde van de Heer Jezus werd zichtbaar. En ze werd zo blij. Daar doen we het toch voor. Ja. Die kleine dingetjes, jongens, zijn zo belangrijk. En als iemand lelijk tegen jou spreekt, kun je 3 dingen doen. Dit en dat en dat gezeur van jou. En... Of je gaat iemand anders zeggen, hij heeft lelijk over mij gesproken. Of je denkt, jongens, blijf in liefde.
Blijf in liefde. Laat het over je heen gaan. En weet je wat ik wel eens doe? Dan heb ik een telefoon. Dan is iemand heel erg aan boos op de telefoon. Ben je klaar? Nee, wacht even. Ben je klaar? Ja, wacht even. Bijna? Mag ik dit? Nee. Oké. Ja, ik heb je gehoord, maar ik verbreek het in Jezus' naam. IJzige stilte. Zo, want dat laat ik niet zeggen. Alleen, wat heeft het zin om op dat moment... Want op het moment dat jij namelijk tegengas geeft, gooi jij olie op het vuur. Niet doen! Wat gebeurt er namelijk als je een vuurtje hebt en je hebt geen hout meer? Gaat vanzelf uit, hoor. Op een gegeven moment is het hout op. Op een gegeven moment is jouw brandhout, met een stok om mee te slaan, is op. Nou, en dan komt hij hier met zijn vuur. Zal ik je nou eens een echt vuurtje geven? Vol liefde, vol warmte? Ja, dat willen we wel. Daar gaat het om. Laten we nou vanaf nu nou eens de liefde en de warmte zien van de Heer Jezus. Laten we nou eens zijn wil doen. Maar wat is zijn wil dan? Dan ging nog even die gelaten, hè, wat we dus niet moesten doen. Die ga ik toch even oplezen. 15. Indien gij echter elkander bijt, oei, en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dat is vereet eigenlijk. Vereet is dat jij zo lelijk met elkaar, dat er van binnenuit, er komt een wond in jou, dat je van binnen verscheurd wordt. Dus als ik tegen jou zeg, je bent niks waard, dan verbreek ik meteen Jezus naam en je gaat naar huis en je denkt... Oh jee, oh god, is het vast een kern van varen, maar rook is vuur, hè? Ja. Dan ga je van binnen, terwijl ik al lang weg ben, en jij wordt van binnen opgereten. Ja. En dat gaat van kwaad naar erger. Ga ik verder. En als je daar niks tegen gedaan hebt, dan je hebt het over je uit laten roepen, en je bent er heel erg door verwond, hoe ga je er daarmee om? Dan eerste plaats, vergeef je de persoon? Ga je naar de Heer toe, Heer? Dan is dat pijn. Wacht even, we gaan eerst de eerste stap doen. Heer, elke dag moet ik dat minimaal 5-6 keer per dag doen, Tabitha. Serieus. Over ons worden zoveel leugens, zoveel bagger, zoveel negativiteit, zoveel slijk uitgesproken. Daar lussen de honden geen brood van. Als ik elke leugen zou opstapelen die over ons uitspraken, dan is dit pand te klein. Serieus. Oké. Het moment dat ik voel en ervaar dat iemand lelijk over mij spreekt, of over eer spreekt, of over team spreekt, of over het pand spreekt, over het geloofcentrum. Dan attendeert God me dat. Maar soms dan hoor ik zijn stem niet, want dan ben ik te druk. En op een gegeven moment voel ik me neerslachtig. Of ik ben boos of teleurgesteld. Ja. Dan denk ik, wacht even, hier is iets aan de hand. Dan stop ik, hold the presses, en zeg hier, dit is stap 1. Elk woord wat nu over mij is uitgesproken, elke gedachte, elke vloek, elke zwarte magie, witte magie, alles wat in je opkomt. Heer, en als ik te veel noem, maakt me niet uit. Beter te veel dan te weinig, want dat heeft hij mij geleerd. Dat maakt allemaal niet uit. Elke vloek, elke leugen, elke aanklacht, elke laster, elke slijk, elke dolsteek, noem het maar op, alles wat in je opkomt, dat herroep ik nu in de hemelse gewesten. Die autoriteit heb jij. Jij bent een kind van de Allerhoogste. Heer, op dit moment verbreek ik elke band, elke zwarte magie, elke witte magie, alles wat over ons uitgesproken, dat herroep ik in hemelse gewesten, dat bind ik samen, dat stuur ik gebonden naar de voetbank van Jezus in Jezus' naam. Dat is pas stap 1. Nou is er een gat in jou, want er is een net als met een puisje. Je knijpt het puisje uit, het doet heel erg zeer op het moment dat ding knapt. Dan heb je even een gemene pijn. Ja, ik moet het. Het is niet leuk. Pak het door. De viezigheid gaat eruit. Maar wat gebeurt er? Dan heb je nog een zwelling. Die zwelling is niet even 1, 2, 3 afgerond. Oké, nu is het de tijd om geen viezigheid naar binnen te laten komen. Hoe doe je dat? Je hebt het weggestuurd. Dan zeg je, en ieder die dat gedaan heeft, vergeef ik nu. Vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Dat is stap 2. Ik ben er nog niet. Je hebt het weggedaan. Je hebt gezegd dat je ze vergeet. En dan stap 3. Heer, help mij, want ik heb een wond. Het doet zeer. Ik ben verdrietig, ik ben teleurgesteld. Heilige Geest, help. U bent de trooster, u bent de geest van de waarheid. U weet, en samen met de Heer Jezus en God de Vader, hoe u over mij denkt. Laat me nu uw liefde voelen. En lieverd, het zal komen. En dan duurt het 5 minuten, al duurt het 10 minuten, al duurt het een half uur voordat je bidt. Maar de liefde van de Heer Jezus zal over je komen. Dan ben je een uur later. Dat is toch weer rotstreek, hè? Nee, dat is Satan die komt aanklagen.
Satan die gaat lopen klinken. Het is niet weg hoor. Want hij is wel heel vervelend geweest. Hè? Oh, was je gemeen hè? En je zout op. Wegwezen nu. Bij mij vandaan. Ik ben waarlijk vrij. Ik ben vrijgekocht. Ik ben 100% oké. Ik mag er zijn. Ieder ander die over, anders over mij denkt, ik weet hoe God over mij denkt. Als God naar mij kijkt, kijkt hij door de Heer Jezus heen. En ik ben 100% oké. Ben ik zonder vlek of rimpel. Want wat stond daar? Zo behoort mijn kerk te zijn, toch? Ja. Hoe begon dat? Met liefde. Vergeet. Geen haat. Geen, want dit is wat mensen doen. Gaan we nu oplezen. Dit is wat mensen doen in zijn vlees. Dit bedoel ik, 16, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeerte van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Nee, want we moeten de wil van God doen. En indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Nou, daar komen ze. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. De lijst is nog veel langer. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Jongens, er staat een waarschuwing achter. Als jij niet de wil van God doet, kun je het koninkrijk van Gods niet beërven. Je eeuwige leven heb je, die is veiliggesteld in de Galatiëkant. Maar de rest krijg je gewoon niet. Stel nou, ik ga trouwen. Met Kessel. Zo lach. Ik ga trouwen, ik heb er zin in. En denk ik, nou, wie gaan we uitnodigen? Dan ga ik alleen mensen uitnodigen die ik erbij wil hebben. Wat heb ik er nou aan als mensen lelijk tegen mij zijn? Nou, denk ik, nou die niet hoor. Nou, die ook niet. Want die blijft maar lelijk doen tegen mij. Nou, die hoef ik niet helemaal te houden. Mijn mooiste dag van mijn leven? De mooiste dag was toen mijn leven aan Heer Jezus gaf. En dan komt mijn trouwdag. Maar dan heb ik toch alleen maar mensen erbij hebben die lief zijn voor mij. Die mij steunen. Maar als je me altijd door het slijk haalt, altijd negatief bent, altijd maar van alles. Sorry hoor, maar dan hoef jij niet bij de dag van mijn leven te zijn. Nou komen we bij de bruiloft van de Heer. Het is zijn bruiloft, hè. Dus wie wil hij erbij hebben? Kinderen die in liefde zijn. Die niet haat en niet nijdt. En die zijn wil doen. Maar wat is zijn wil dan wel? Want hebben we nu gehoord wat het niet is? En ik weet dat het best een bittere preek kan zijn. Maar jongens, we willen verder met de Heer, jongens. Stop nou eens met die afgrond. Stop nou eens met die jaloezie. Stop nou eens met het heil. Stop nou eens met die vinger te wijzen. En stop nou eens met negatief naar jezelf te kijken. Hoe kun je iets voor God doen als je niet weet wie jij bent? Nou, ik ben fantastisch. Ik ben 100% oké. Ik kan alles doen wat God mij vraagt. Vind ik het altijd leuk? Nee, dat is wat anders. Maar het gaat niet om wat ik wil. Het gaat om wat de Geest wil. Wat wil de Geest? De Geest wil dat wij samen met de Heer Jezus en God de Vader werken in liefde. De Heer wil niet dat we morren en klagen. Dat staat gewoon in het woord van God, jongens. Hij wil niet dat we morren en klagen. Kijk, voor op je boekje staat, en hier kunnen jullie bijna allemaal dromen. Wat is de grote wil van God? 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. Staat voor op je blaadje. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis en waarheid komen. Welke waarheid? De waarheid is, stop met klagen, stop met zeuren, stop met zaniken, stop met negatief te zijn en begin eens met de liefde van God uit te delen. Want de liefde van God overwint alles. Als iemand lelijk doet tegen jou, doe je liefde terug. Als iemand jou slaat, doe je stap achteruit, bijvoorbeeld. Je geeft eerst in de wang en je bent uit de slaan zonde. Maar je blijft wel met de autoriteit van de Heer Jezus staan. Je laat je niet als een doetje behandelen. We hebben hier ook een akkefietje meegemaakt. Iemand wil een andere slaan, dan stappen we ertussen. En dan kan de persoon ons niet meer slaan, want de engelen zijn om ons te beschermen. Laten we nou stoppen met angst te zijn. Hè? Ja, laten wij gewoon een liefde zijn, maar wel een liefde. Maar als iemand lelijk doet en iemand ons wil slaan, schoppen, dan is de persoon nog altijd welkom hier.
De deur staat wagenwijd open. En die blijft openstaan. Het mooie is, mensen in onze dichte, echt heel dicht bij ons, die hebben ons geschopt en geslagen. Maar iedereen is welkom. Alleen, wat gebeurt er? Sommige mensen blijven op die drempel staan, die durven niet naar binnen. Een paar weken geleden kwam ik een man tegen, we waren met z'n drieën, waren wij ergens. En er was een man, die was heel negatief geweest over mij en over het geloofscentrum. Hij schrok zich rot dat ik daar was. Hij had me daar nooit verwacht. Die man staat daar, een man van bijna 2 meter, helemaal schoorvoetend staat hij heel dicht bij mij. Hij durfde eigenlijk niet meer voorbij me te lopen. Hij durfde eigenlijk niet meer te zitten. En hij denkt, waar kan ik heen? Paniek in zijn ogen. Dus ik sta op, loop naar hem toe. En ik geef hem een hand. Ik zeg, wat leuk dat jij er bent. En dan had hij zoiets van... Shit. Ja, dat was letterlijk wat hij dacht. Goed antwoord. En ik zie hem daar. Ik zeg, kom er lekker bij zitten. Oh, en hij gaat zitten. Erin komt eraan, wil je wat drinken? Dus Erin haalt drinken voor die man. En die man heeft zoiets van, overkom me hier. Nu was helemaal zoiets van, wat is dit? Maar hij denkt, weet je wel dat ik zo lelijk ben? Nou, ik zie hem denken. Ik doe net of ik gek ben. Goh, wat leuk dat je bent. Hoe gaat het met jou? En ja, toch 2 keer? Ja. En dan, nou, dus een koetje en kalfjes en zo. Op een gegeven moment, na een tijdje, zegt hij, Marjolein, ik heb lelijk over jou gesproken. Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar, joh, heb je al vergeven, joh? Ja, maar ik heb echt lelijk over je. Ik heb meegedaan met de rest. Ja, dat weet ik wel. Ja, zeg hem, hij zegt, ik heb er zoveel spijt van. Ik zeg, jongen, ik heb je vergeven en ik vergeef je nog een keer. Jongens, zullen we alles even naar de Heer brengen? Hebben we gedaan. En die man was zo blij. Er viel gewoon 30 kilo van hem af. Hij zat eerst zo. Op een gegeven moment wou ik niet meer stoppen met praten. Maar op een gegeven moment werd het steeds later en later. En ik had zo'n pijn. Ik denk, ik moet weg. Want ik kon niet meer zitten. Ik zat op een rotstoel. En ik had zo'n pijn. Ik denk, ik kan niet meer. En die man was zo blij. En die bleef me praten. Het was net een waterval. En hij kreeg weer woorden van God. Hij zegt, weet je dat ik al die woorden van God, ik kon zijn stem niet meer horen. En hij zegt, ik zie dit en ik zie dat. En ik krijg dit en ik krijg dit. En het stroomde me door. Alleen omdat ik de liefde van de Heer Jezus liet zien. En die man was zo blij. En op een gegeven moment zei ik, zeg, jongen, ik moet zo naar huis. Ja, wacht even. Nog 1 ding. Ja, dat weet ik, lieverd. Ik zeg, maar we hebben een pand. Dus kom een keer koffie. Ja, doe ik. Yo, ik wil nog 1 ding met je delen. Ik denk, oké, dat is goed. Nog 1 ding. Dan denk ik, oh, jongen. Nou, en hij was zo blij. En op een gegeven moment liepen we in de auto. En ik, en de mensen liepen mee, dus ik moest eerst bijkomen. En onderweg naar huis zei hij ook van, wat was die man blij? Ik zeg, oh, was die man blij? Ik werd zo blij, omdat hij de stem van God weer hoorde. Dan denk je toch niet meer aan die troep? Kan alles nog schelen? Hoppakee, move met die troep. In de zee van vergetelheid. Hij werd opgebouwd en ik werd opgebouwd. En toen zegt hij, lieve Marjolein, je krijgt de wereld bij nog meer. Ja, nog meer. Snap je? Maar hij wordt er zo blij van. En dan word ik ook blij. Want hij is blij, ben ik ook blij. Want als wij straks boven komen, is de bedoeling dat hij heeft gezegd, jongen, wel gedaan, trouwe dienaar. Dat is wat hij van, daar zit ik op te wachten hoor. Maar ik zit niet op te wachten. Zo. Marjolein, neem even plaats. Wacht even. Dat is anders dan... Hé, hey, Marjolein, wat fijn dat je bent. Ga even zitten. Functioneringsgesprek. Ja. Maar lieverd, de liefde van de Heer Jezus is er wel. Maar als wij niet doen wat Hij van ons vraagt, kan Hij ons ook niet geven wat wij graag zouden willen. Laten we nou de wil van God doen, hè. Wat is die wil van God? Gaan we nu... Ik heb een lijstje gemaakt... Met teksten. En als jullie dat willen, kun je ook meekrijgen. Geen enkel probleem. We draaien hem gewoon uit. Ik heb gewoon een stuk van de wil van God. Die gewoon in de Bijbel staan. Wat is de wil van God? Hij wil dat wij heilig wandelen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 7. We gaan ze niet allemaal oplezen, maar ik geef je wel even de teksten. En als je het wil straks. Ja. Ik wil graag. Goed, geen probleem. 1 Thessalonicenzen 4, vers 1 tot en met 7. Daar staat. Vermaning tot heilige wandel. Voortstaan broeders. Dus hij heeft het weer over zijn kinderen. Daarom staat de broeders. Vragen wij en vermanen wij u in de Heer Jezus. Dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen. Zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat gij onthoudt van hoererij,
Dat betekent gemeenschap met de verkeerde. Dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn wat weten te verwerven. Want op het moment dat de Heilige Geest in ons komt, zijn wij heilig. En hoe meer wij van de Heilige Geest toelaten, hoe minder er van onze eigen vlees toegelaten wordt. Dat is wat hier staat. Dus niet in hartstochtelijke begeerlijkheid. Ik wil ook dat jij hebt. Ja, maar jij kan keyboard spelen. Ik niet. Dat gemeen. Dat wil ik ook. Jij is ziek, mag niks van de Heer. Want jij hebt keyboard. En ik niet. Zij kan dansen. Ik niet. Hallo, ik kan preken. Zij kan dansen. Joe! Nee, maar snap je? Met elkaar doen we het. Maar als ik jaloers ga worden op Erin, dat zij prachtig dansen en ik niet, dan ben ik niet meer bezig met de wil van God. Want de wil van God is wel dat wij helemaal geheiligd zijn. En er is geen plek voor afgunst. Ik ben blij dat zij danst. Want de mensen worden blij van haar. Wat heerlijk. Hoe mooi is dat? Hij kan keyboard spelen. Hoe heerlijk. Kimberly kan dat ook. Kimberly kan ook blokfluit spelen. Ronan kan gitaar spelen. Nou, ik dacht 5 jaar geleden, ik wil ook gitaar spelen. Had God het aan mij gevraagd? Nee. Dus ik pak het, of 10 jaar geleden, ik koop een gitaar, want ik zal wel even gitaar gaan spelen. Nou, de Heer zegt, had ik dat gevraagd dan? Nee, maar zo moeilijk kan het niet zijn. Ja. Juist, toen zegt de Heer tegen mij, een paar jaar geleden, geef je gitaar weg. Nee. Nee, wacht even, ik ga gitaar spelen. Had ik dat gevraagd dan? Nee, maar als hij het kan, kan ik het ook. Dus ik geef je gitaar niet weg. Ik hou gewoon. Nee, zegt de Heer, die gitaar heeft weggeven. Nee, dat wil ik niet. Ja, want ik... Stom, natuurlijk. We hebben ruzie om niks, maar het probleem is... Ik groeide niet verder. Ja. Want ik bleef op mijn plateautje, want ik was eigenwijs. Ja, want ik was jaloers op degene die wel gitaar kon spelen. Jongens, ik ben ook maar een mens. Toen kwam Ronald weer terug van heen en weer uit Tenerife. En toen zei de Heer tegen mij, ben je nou bereid om je gitaar weg te geven? Ik zeg ja. En toen zei de Heer, geef maar je broer. Ik zei, dat doe ik met liefde. Maar toen gaf ik hem met liefde. Alsjeblieft. Want hij kan wel gitaar spelen. Hoe mooi is dat? En dan mag ik genieten als een ander. En dan mag ik een keer achterover zitten. Van, nou, lekker. Soms komt Klaas binnen mijn liedje. Denk ik, yes, kan ik genieten. Ja. Hoe lekker is dat? Dus ik doe de wil van God. Geen afkomst. Hij wil de heilige wandelen. Wat wil je dan meer? Efeze 4, vers 11 tot en met 16 wil. Hij wil dat wij toegerust worden. Want wij moeten de heilige toerusten. Wij zijn nu heilig. Maar de wil van God is ook dat wij anderen toerusten. Met zijn onderwijs. Met zijn liefde. Met zijn geduld. Laten wij nou als voorbeeld zijn. Want hoe moet je namelijk... Want als je naar ons kijkt, moet je de liefde van de Heer Jezus zien. Maar als ik elke keer eerder loop af te blaffen... Sorry hoor. Als ik altijd boos ben op mijn kinderen... Is dat de liefde van de Heer Jezus? En dat noemt zich voorganger? Dat weet ik niet hoor. Nee... Door ons heen moet je de liefde van de Heer Jezus zien. Elke keer zijn we op pad. En dan zijn we ergens en dan opeens dan laat de Heer zien een fakkel. Iemand die schijnt als een fakkeldrager. Dan zie je al die mensen. We waren vorige week bij het uitreiken van een diploma. En wij zaten. En op het Alfa-college. Op het Alfa-college. En er kwam een jongen naar voren. Ik zeg tegen de Heer, die is wedergeboren. En het straalde eruit. Maar die jongen was zo verlegen, zo naar beneden gehaald, dat kon je aan alle kanten zien. Maar hij straalde door de liefde van de Heer Jezus. En meteen met hem zijn we gaan binnen, want ik was de hele tijd aan het binnen, dat weet heel lekker niet. Maar het mooie is, je ziet zo'n persoon een opleven en die leraar kon geen negatief woord zeggen. Hè? Die leraar, want daar was Timothy nog verbaasd over. Timothy zei, 's avonds lag hij naast mij even op bed, hij zegt, weet je wel dat die leraar geen één negatief woord heeft gesproken? Is dat Alfa College aan de berg? Alfa College hier in Hoogvee. Dan moet je alles een diploma. Ik ken die leraar nou niet persoonlijk. Ja, die man, die heb ik wel een keer gezien. Maar Timothy, hij verbaasde zich. Want we waren thuis, we hadden wat gedronken, we hadden een feest gevierd. Dan is zijn diploma naar heel blij. En dan ligt hij op een gegeven moment naast mijn bed. En ik lag in bed. En ik denk, nou, nu ga ik Kessel kijken. Ja, weer Kessel, ik heb nog 70 gaan. En ik denk, nou doe ik hem aan. En Timothy komt even naast me liggen. En ik denk, dat is veel belangrijker. En Timothy zegt tegen mij, mam. Hij zei, weet je wat me opviel? Is dat die leraar geen één keer negatief was. Wat hem opviel is, zeg wel wat.
Zeg je? Dat zegt wel wat, denk ik. Het zegt hem wat. Want die jongen, die leraar was heel vaak toch een beetje ondertoon negatief. Ja. Hij begon wel in het begin even. En ik begon meteen te bidden. Ik denk, no way, not doing my watch. Dan wordt hij niet negatief gesproken. Dat zei ik niet hardop. Maar ik was aan het bidden. Leuker was, ik zat in een rolstoel. Hij moest met een rolstoel door. Iedereen hoorde ons lachen. En Kim die zei ook, de volgende dag ging hij nog even naar school. Nog even over zijn vrienden nog even wat te doen. Hij zegt, weet je wel dat iedereen had, want jullie waren zo aan het lachen. Ja, wel een dikke schrik. Want daar weer een homo weg, daar weer een demon weg. Hoppakee, opgedonderd. En we hadden zoveel schrik. Maar al die andere mensen hadden helemaal niet zoveel schrik. Wel een dikke lol. Ja. Nee, grapje, die snapte alleen hij. Dat was hij alleen. Wel een blue screen, ik snapte hem ook. Vond het ook leuk. Kill screen, vond het zo leuk. Alleen wij moesten lachen. Niet iedereen was doodstil. Maar dat komt omdat wij, ja, wij, ik snap dat hartstikke leuk. Maar het gaat erom, daar hebben wij de liefde van de Heer Jezus laten zien. Overal waar je bent, jongens, kun je de liefde van de Heer Jezus laten zien. En die jongen, die was zo blij, want hij straalde als nooit tevoren. En ik heb met Timothy nog even over die jongen gesproken. Hij zei, ja, ik had al zo'n vaag vermoeden. Hij zegt, maar ja, over het geloof wordt er weinig gesproken. Hij zei, ik heb gewoon gezegd, ik ben christen, heb je er moeite mee? Nou ja, hij is bijna 2 meter, dus iedereen zegt, nee hoor, nee, bij jou niet. En walk away. Het bijzondere was ook, hij werd als eerste eruit gepikt, want zijn naam is Willegraag. Dus eigenlijk zal hij als laatste moeten. Maar hij kwam als eerste. En hij was zo positief over Timothy. Zelfs Timothy verbaast zich erover. Hij zegt, nou zo goed heb ik ook niet gedaan. Leuk, hè? Ja, hij was maar 45% aanwezig. Ja. Minder dan de helft. Maar het was zo leuk. Want die leraar had hem als leraar echt als leider aangesteld. Voor al die stagemedewerkers. En het was al die mensen die stage moesten zoeken. Dus dat was super. Maar hij werd eruit gepikt. Maar het gaat om, jongens, zelfs als je bij een uitreiking bent, kun je de liefde van de Heer Jezus laten zien. Wij liggen wel in een deuk, hoor. De wil van God. Nog meer. Mooi verhaal. We hebben nog zoveel mooie meer dingen. Komt eraan. Oké. Okay. Hij wil 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. Hij wil heel graag dat we blij zijn. Dat we ons de hele dag verblijden. Dat we de hele dag door bidden. Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Ja, maar je neemt de kat om. Ik moet door mijn werk doen. Hoe doe je dat dan? Nou, heel eenvoudig. Als ik aan de auto rijden ben, ben ik aan het bidden. Nu, terwijl ik met jullie praat, ben ik aan het bidden. Waarom? Omdat ik in tune ben met de Heer. De Heer vertelt mij dit en ik vertel jullie door. Omdat we aanstaan. Dat is net als internet. Nu staat internet er ook aan. Die lijn is open hoor. Dat zag je maar. Weekamp is het maakje vrij, weet ik veel. Die lijn staat open. Jij krijgt, oh sorry, 1 Thessalonicenzen 16 tot 18. Verblijden. Verblijd u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus. Dus samenwerking kan ook ten opzichte van u. Colossenzen 4, vers 12. Bid voor elkander. Om volharding. Voor elkaar bidden om volharding. Hij laat u groeten. De een der uwen is. Een dienstknecht van Christus Jezus. Altijd in zijn gebeden voor uw worstelen. Dat gij moogt staan. Volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Wat betekent dat? Jij mag er 100% van uitgaan. Dat als God jou een baan heeft gegeven. Dat jij die ook kan uitvoeren. Dat is ook zijn wil. Met blijdschap. Met dankbaarheid. Onophoudelijk binnen met elkaar. 1 Petrus 2 vers 15. Snoert de ander de mond door goed te doen. 1 Petrus 2 vers 15. Wat staat er bij jou? Ja, ik kom even terug. Over Epaphras. Die tekst vers 12. Ja. Dat is precies wat jij deed vorige week voor ons. Ja. Klein beetje aanpassing. Zij zijn naar het buitenland geweest. Ik lag ziek op bed. En op een gegeven moment zegt de Heer, je moet nu bidden voor Alice en Duco. Nu. En ik begin te bidden en God laat me allemaal dingen zien. Vanmorgen zag ik dat even en dat klopte precies wat ik zag op dat moment. Jongens, er loopt niet te koop mee. Het is gewoon wat je doet. God geeft me een opdracht en je doet het. Als ik alles moet doorgeven wat ik aan het doen ben, jongens, dan kun je dat boek schrijven. Dat kan niet.
Ik wil best af en toe even wat dingen met jullie delen. Maar vanmorgen was het even fijn om met hun te delen. Maar jongens, jullie waren in het buitenland. Maar God is continu met jullie bezig. Man, ik bid zo vaak voor jullie allemaal. Maar ga ik allemaal niet vertellen. Joh, lekker belangrijk. Het gaat erom dat we voor elkaar zijn. Maar wel in liefde. Wel in opbouw. Weet je soms dan laat God zien dat jullie in gevaarlijke situaties zijn. Dan moet ik voor jullie bidden. Dan bid ik voor jullie. En dan is er bijvoorbeeld een demon die op jullie weg zit. Of de auto wordt verder weggeduwd. Of wat dan ook. Dan bidden we. Die autoriteit hebben we gekregen van de Heer. Maar dan moet ik het ook doen. En niet denken, nee hoor, ik heb nu geen zin. Nee, ik ga het niet doen. Nee, we moeten nog de wil van God doen. Je moet ook dingen doen die je niet leuk vindt, jongens. Gisteren moesten wij naar Arnhem. Dacht je dat we dat... Ja, we hebben een hartstikke leuke trip gemaakt. Maar die avond ervoor dacht ik, nee ja. We moesten weer naar Arnhem. Maar het was een super dag. We hebben een geweldige dag gehad. Maar op stellensprong moesten we naar Arnhem. Dacht je dat we daarop zouden te wachten? Nee, kun je twee dingen doen. Dat gezeur ook altijd, moeten we weer naar Arnhem. Jongen, kan het allemaal niet gaan. Het is wel een uur en een kwartier rijden. Misschien wel anderhalf uurtjes terug de weg. Met al die caravans. En waarvoor we kwamen was er niet. En waarom kwam, dus kom je daar, dus zijn ze er nog niet. Nou, dat is helemaal belachelijk. Nee, dat hebben we niet gedaan. We kwamen daar aan, we kwamen binnen. En we hebben de liefde van de Heer Jezus laten zien. En toen gebeurde er van alles. Positiviteit. We hebben een fantastische ochtend gehad en we waren nog op tijd voor onze afspraak hier ook. Halleluja. Dat we dan tot 7:30 door moeten, dat is logisch, want de boel verschuift. Ga je dan lopen zeuren? Nee. Dan eet je toch wat later. En we hebben ook nog een stuk taart gehad, dat is ook lekker. Nou, we gaan verder. Goed. Genieten. Goed, 1 Korinthe 10 vers 11. Dat is een hele belangrijke, die gaan we lezen. 1 Korinthe 10 vers 11. Als jij hem hebt, Tabitha, wil ik graag dat jij hem even leest. 1 Korinthe 10 vers 11. Wat staat daar? Moment, kom maar. En deze dingen, alle zijn hun overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welken de einde der eeuwen gekomen zijn. Dat is 1 Korinthe 10 vers 11. Ja, dat staat meer uit. Wil je dat ik verder lees? Ja, dus je moet iets eerder beginnen. Eerder beginnen, bij welk vers dan? Vers 9. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk of sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet. Gelijk ook. Die wil ik horen. En murmureert niet gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderven. En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Zodan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Aha. Sommige bij ons beginnen, ja, weet je, als soms even een zin begint, een zin wat eerder. Ik denk, hé, ik mis het woord. Dat kan. Dan moet je ook iets eerder beginnen en dan langer doorgaan. Murmureren betekent mopperen. Mopperen, klagen, zeuren. Ja, maar hij doet dit. En hij doet dat. Man, als mijn kinderen vroeger naar me toe. Can we do this? En can we do this? Dan denk ik, jongens! Maar hoe denk je God de Vader over ons denkt dan? Dan heb je ze weer, denkt hij. Maar als je naar de God de Vader toe komt met dit. Heer Jezus. Ik kom tot, met u samen naar God de Vader, dus hemelse Vader. Ik kom tot u door uw Zoon Heer Jezus heen. Met de kracht van de Heilige Geest. Mensen zijn aan het zeuren en het klagen. Nu wordt er continu gezeurd tegen mij heen. Ik heb er last van. Wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen dat ik daarboven sta? Denk je dan dat God zegt, nou daar heb ik geen zin in. Natuurlijk gaat hij je helpen. Als jij om een brood vraagt, krijg je toch geen steen? Dat betekent ook die tekst, jongens. De wil van God is, hou op met klagen, zeuren. Het brengt je niks. Want wat het enige wat je jou brengt, is dat Satan een stok heeft, extra stok heeft, om mee te slaan. Niet alleen jou, maar ook die andere persoon. Want als die persoon ook nog een gezalte van de Heer is, en je loopt continu te klagen over die persoon, raakt de gezalte van God niet aan. God deelt daar wel mee. Als ik dingen niet goed doe, dan komt God en die pakt mij in mijn nekvel. En die gaat me eventjes de waarheid geven. Maar als ik dan niet wil luisteren, dan zegt God, prima joh. Dan gaat jouw tankje gewoon langzaam leeg. Wil je nog niet leeglopen? Prima. Maar denk dan ook niet dat je de hele erfenis gaat beërgen.
Want daar heb ik duidelijk tegen jou gezegd. Als voorbeeld. Dat zegt hij toch? Dat staat er toch? Als voorbeeld. Ik kan niet om het woord van God heen hoor. Dus de wil van God is dat we niet gaan klagen. Wat wil hij wel? Even in het kort. Hij wil dat iedereen tot verlossing komt en erkentenis van de waarheid. Welke waarheid? Dat ieder wedergeboren moet worden, anders kan je het koninkrijk van God niet erven. Dat iedereen positief in het leven blijft staan. Dat iedereen met liefde werkt, anders kon je het koninkrijk van God niet beërven. Dat is de wil van God. Dan, hij wil dat iedereen goed doet. Goed doet naar de ander, maar ook goed doet naar jezelf. Als jij een taak hebt gekregen van God, doe dan het beste wat je kan. Als jij een stem hebt om te zingen, ga zingen. Als jij een talent hebt om gitaar te spelen, ga gitaar spelen. Als jij een talent hebt om te dansen, ga dansen. Heb jij een talent om keyboard te spelen, ga keyboard spelen. Heb jij een talent om boeken te schrijven en te tekenen, doe dat dan. Heb jij een talent om met twee gouden handen voor God te werken, doe dat dan. Heb jij een talent om voor mensen te zijn, doe dat dan. Heb jij een talent om mensen te dienen, doe dat dan. Heb jij een talent... Ook jij, Wouter, want je hebt je hoofd gebogen, maar ook voor jou geldt dat, jongen. Heb je een talent om alles op Facebook goed te doen voor God? Doe dat dan. Klaas is laat, die kwam als laatste bij. Als hij heeft een talent om gitaar te spelen, hij stopt zijn gitaar niet in de grond, hoor. Nee, als God hem opdracht heeft, doet hij het. Maar het is niet zo dat hij elke keer zegt, hier ben ik weer. Nee, dat is niet wat God wil. De wil van God is dat je zijn wil doet. Niet dat jij jouw wil doet op jouw tijd. Nee, we doen zijn wil op zijn tijd. Dat is wat God wil. Heel goed. Niet mopperen. Hou nou eens op met mopperen. Ik ben er klaar mee. Hem dank in alles. En wat hij ook heel graag wil, is dat je met vrijmoedigheid bij hem komt. Dat staat in Spreuken 3 vers 5. Kom nou eens in met vrijmoedigheid naar hem toe. Wat betekent vrijmoedig? Ja, even zo even denken. Komt ie. Jij bent vrij om moedig naar God te komen. Zonder morren. Zonder morren, zonder klaren. Nou, heeft iedereen wel eens wat vervelends meegemaakt? Ho, ho, wacht even. Maar dan ga je niet al klagen naar me toe. Je zegt, heer, hier ben ik. Er is me wat overkomen, u heeft het allemaal gezien. Ik ben er niet blij mee en ik heb er moeite mee om die persoon te vergeven. Maar samen met uw hulp kan ik het aan. Dat is een heel ander gebed van, nou, ik ben helemaal klaar mee, dan zeuren dit en dat. En dan kom ik en straf hem maar, straf hem maar, straf hem maar, straf hem maar. Dat deed David namelijk ook. Maar op laatst zei hij altijd, dan doen we toch wat u wil. Was eerst boos. Dat deed David ook. En wat is David? Een man naar Gods hart. Natuurlijk zijn we wel eens boos op een ander. Natuurlijk wil ik niet wel eens een schop verkopen. Man, dat heb ik ook wel eens. Achter het behang plakken. Maar doe ik het dan ook? Nee, ik heb nu geen behang meer thuis. Maar daar ging het niet om. Een nieuwe rollen. Al die mensen onder. Geen probleem. Lieve mensen. Laten we nou... Vrijmoedigheid. Dus is het duidelijk vrij om moedig te zijn? Dus de wil van God is dat we allemaal tot de waarheid komen. In liefde. Zonder liefde heb je niks. 1 Korinthe 13. Al heb je alles, heb je geen liefde, heb je niks. Niet morren, niet klagen, niet zeuren. Niet negatief zijn, niet de ander naar beneden halen. Wat wil hij wel? Dat wij de waarheid verkondigen, dat we in liefde blijven. Dat we hem danken in alles, dat we de hele dag met hem bidden. De hele dag met hem praten. Hij staat klaar om je te ontvangen. Maar als wij zeurend en klagend naar hem toe gaan, dan heeft hij al eigenlijk al voorhand al jongens. Maar als je naar hem toe gaat met een oprecht hart, dat je moeite hebt met iets, dan is hij zo groot en zo liefdevol. Hij zegt, kom maar meisje, kom maar jongen. Wat is er? Wat kan ik je bij helpen? Net als een goede vader en moeder zal doen. Weet je nog, koning Salomo? Dat is het enige wat ik nog ga vertellen. Koning Salomo mocht recht spreken. En toen kwamen er 2 moeders naar hem toe. Met 1 kindje. En 1 van de moeders was het echte. De echte moeder. De andere moeder had het kindje verloren. Toen moest koning Salomo recht spreken. Hij luisterde naar beide dames. Maar hij ging niet naar hun kibbelen luisteren. Nee, hij hoorde wat God tegen hem zei. Ga in wijsheid met deze situatie om. Wijsheid. Kom jij wijsheid tekort, 1 Jacobus? Vraag erom en je zult het ontvangen. Lieve mensen, jullie kijken vaak, oh, wat heeft ze een mooie preken. Lieve schat, die zijn niet van mij. Die zijn van God.
dan vraag ik God wijsheid. Dan zeg ik, Heer, wat wilt u nou dat ik spreek? Dan spreekt hij door me heen. Net als nu dat je dat ziet, dat voorbeeld van die twee dames. Die twee dames, de ene was hartverscheurend in verdriet, want haar kindje was dood. Ik snap de situatie wel. Maar de andere was hartverscheurend, want die dacht, ik raak mijn kindje kwijt. En koning Salomo blijft rustig. Die gaat niet slaan. Die gaat niet vechten. Die gaat niet, stop je allemaal in het gevangen. Ik geef het kind aan de ander. Dat deed hij niet. Hij bleef in liefde. Hij bleef in liefde. En door de liefde van die ene moeder. Die moeders liefde was zo groot. Dat zij zei, weet je wat? Ik geef liever het kind aan de ander dan dat het kind door midden wordt gesneden. En toen wist koning Salomo. Jij bent de echte moeder. Die liefde, jongens, dat is de liefde die God in ons zoekt. Met zijn liefde kunnen wij alles aan. Alle grote godsmannen en godsvrouwen hebben van alles meegemaakt. In het gevangenis, hoofd eraf, noem maar op. Maar ze waren allemaal veilig bij de Heer. Amen. Amen. En ik...